Haarlemmer Meer in 1 minuut. Jason Pijnakker, Koen Wies en Marloes Blankert van het Haarlemmermeer Lyceum zijn de winnaar geworden van het 4e Haarlemmermeer Scholierendebat, een initiatief van de gemeenteraad. Winnaar van de juryprijs was Davien van der Sloot. Rijden op groengas van de Meerlanden, gemaakt uit GFT, draagt bij aan een schonere leefomgeving. Het eerste openbare tankstation werd geopend in Lisserbroek. De prijs van een liter? 93 cent. Tegenstanders van de koffieshop in Nieuw-Vennep zijn blij. De rechter heeft afgelopen dinsdag geoordeeld dat de gemeente de vergunning voor de verkoop van softdrugs opnieuw moet bekijken. Tijdens de halfjaarlijkse vergadering van de dorpsraad Lisserbroek werd ook bekendgemaakt wie de vrijwilliger van het jaar is in Lisserbroek. En de winnaar is Piet Daalman. Nieuws, video's en foto's voor Haarlemmermeer in 1 minuut. Redactie @meertelevisie.nl